Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van donderdag 25 oktober. In Nederland is het nog steeds bewolkt weer. Trekt veel bewolking over het land en dat zien we op deze satellietfoto niet omdat het nog donker was om half acht. Maar zoals gezegd, er is wel veel bewolking en de temperatuur ligt vanochtend tussen de 11 en 12 graden. Heel lokaal kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Overmiddag nog steeds de bewolking die overheerst. Slechts een enkele opklaring trekt erover. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 14 graden en de wind die blijft uit het west- of noordwesten waaien is overwegend matig tot vrij krachtig. Ook vanavond en vannacht verandert er weinig en ook morgenochtend hebben we nog steeds met veel bewolking te maken. Morgenmiddag dan breekt de bewolking wel iets, maar kunnen er ook een aantal buien tot ontwikkeling komen. Er is dan ook kans op hagel en onweer, met name in de kustprovincies. De temperatuur ligt morgenochtend rond de 12 graden, in de middag daalt het kwik zelfs naar een graad of 10. Ook in het weekeinde lage temperaturen. Zaterdag wordt het zo'n 10 tot 11 graden met nog een enkele bui. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een stevige Noordoostenwind en het wordt een graad of 8. Ook maandag nog een Noordoostenwind met maximum temperaturen rond de 7 graden. Erg laag voor de tijd van het jaar.